indrukwekkende reeks neergezet. Ze wonnen 5 keer en speelden 1 keer gelijk. Eliero Elia is een van de spelers die voor die goede vorm verantwoordelijk is. De linksbuiten doodt met zijn bewakers en ligt dan klaar voor Arnautovic. 0-1 voor Twente na een kwartier voetballen. Marco Arnautovic met zijn 7e van het seizoen. 5 minuten later wisselen de twee de rolverdeling. Deze keer is Arnautovic de aangever en Elia mag zijn seizoenstotaal op 5 brengen. 0-2 voor Twente. Met voor de rust een hoekschop voor de thuisploeg. Goran Lovre kopt van dichtbij binnen. Groningen halveert de achterstand op een ideaal moment. Elia is ervoor verantwoordelijk dat Stijn Huizegem zo vaak op de bank zit bij Twente. Maar wanneer hij na 50 minuten naar de kant moet, mag onze landgenoot dan toch zijn opwachting maken. Halfweg de tweede helft ziet Huizegems hoe Ronnie Stam zich goed doorzet. Eerst wordt zijn schot nog gepareerd door Luciano. Maar in tweede instantie vloert hij de voormalige Germinal Beerschot-doelman dan toch. 1-3, het anders voor eigen publiek zo stugge Groningen lijkt eraan voor de moeite. In de toegevoegde tijd mag ook Blaisen Kufo nog zijn doelpuntje meepikken. Daardoor blijft die collega Marco Arnautovic een treffer voor in de topschutterslijst. Zijn 8e van het seizoen al, goed voor de 5.